Vrijdagavond, net voor het optreden van Triggerfinger, moet de tent aan de mainstage even ontruimd worden door hevige rukwinden. Via de grote schermen vraagt de organisatie de bezoekers om de tent kalm te verlaten. Alles is snel opgelost, want na overleg met de veiligheidsdiensten kan het feestje een half uurtje later alweer van start gaan. We hebben een beetje last gehad van de wind natuurlijk. We hebben even de hoofdtent moeten ontruimen, maar dat is heel rustig gebeurd. De mensen hebben daar heel goed op gereageerd. Daardoor is het concert van Triggerfinger ook een beetje uitgesteld. Maar de jongens hebben toch kunnen spelen en ook de Dirty Daddies daarna hebben de avond nog kunnen afsluiten en iedereen was tevreden. Beter het zeker voor het onzekere nemen, veiligheid eerst natuurlijk. We zagen dat verschijnen en dan was er iets van oei, fijn dat ze geen risico's willen nemen, want dat was eigenlijk wel een geruststelling. Maar langs de andere kant van oei, het was even benauwend wel, maar alles is goed gekomen, goed georganiseerd en het feest ging daarna gewoon verder. Dus. Ja, maar wij stonden toen hier te feesten en van de ontruiming hebben we niet veel last gehad. Die gemerkt eigenlijk. De windvlagen zijn zeker geen domper op de feestvreugde. Hoewel het dit weekend niet altijd even mooi festivalweer is, krijgen ze hier toch nog een mooie zaterdagavond met veel muziek. Top-editie, alleen het weer mocht net iets beter zijn, niet zo wisselvallig. Want afwisselend zon, dan weer regen, dan weer zon. Gewoon zon zou volgend jaar beter zijn. Normaal gezien zou Christophe Lambrecht hier zoals elk jaar het feestje afsluiten. Maar de presentator van Studio Brussel overleed vorige maand. De afsluiter van Gladiolen zal nooit meer hetzelfde zijn. Maar ze willen de overleden DJ op gepaste wijze vervangen. Arendonk zingt en swingt sloot hij ook elk jaar af. En daar was het ook... Was het ook deze jaar natuurlijk nimmer door omstandigheden. Maar dat is jammer. Dat is heel jammer. Maar een gemis, ik denk dat de organisatie wel besloten heeft om dat op te vangen. Dus, het blijft sowieso een jammere zaak, maar ja, ze moeten verder. Hè, ja. Hij zou normaal komen draaien samen met Jeroen de Lodder. Jeroen staat er vanavond alleen voor, maar eigenlijk ook niet. Hè. De tent gaat afgeladen vol staan en we gaan op de schermen een fotootje projecteren van Christophe dat hij er toch bij is en ik ben zeker dat hij meeluistert. De 20e editie van Gladiolen eindigt dus met zon, veel dansende mensen, lachende gezichten en goede muziek.